Hallo Simmy Simmers, Sims Design hier. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag over de Sims 4 peuters. Mijn vorige video ging over de creëer een sim. En in deze video gaan we het hebben over de build en buy en over leven. Als eerst begin ik met de build en buy. Dit wordt de slaapkamer van mijn peuter. We zijn hier met de familie Parina. Dit is Fabian. Dit is Demi. En dit is vader Tobias. En dan gaan we weer naar de slaapkamer toe. Ik ben heel benieuwd wat de spulletjes zijn. Ik heb daar nog niet naar gekeken. Dus let's go. Graag even zonder deze. Even zien. Waarschijnlijk is er geen optie speciaal voor peuters, denk ik. Nee, dat was ook nooit voor de rest. Nou, laten we eens even kijken. Alles weergeven? Nee. We gaan dat via hier doen. De kinderkamer. Een potje, dat is nieuw. Waar gaan we die neerzetten? Heb ik deze grid? Ja, zo. Even wat dingetjes invullen, dat was ik vergeten. Testing, cheats, true en bb move objects on. Want dat vind ik wat fijner. Ik denk dat we beter kunnen gaan beginnen bij de vloer. Wat zouden de nieuwe vloeren zijn? Hey, deze is nieuw. Die is echt leuk. Welke kleurtjes zijn er? Oh, kan niet, tuurlijk. Groen, blauw. Oh, ja, maar het is net een girafprintje. Ik denk dat het ook is. Wat een leuke kleurtjes. Oh, deze is ook wel apart. Maar het is een jongen, dus ik ga voor wat zou ik doen? Normale blauw. Of deze. Of groen. Nee, deze. Oh my god. Ik was naar de girafprint vloerkleed helemaal het andere vloerkleed vergeten. Terwijl die er gewoon naast stond. Maar oké, hierbij een lichtblauwe. Een roze. Een mooie paarse. Paars met lila. Die vind ik wel heel erg mooi. Zwart-wit, ook mooi. Ik vind het wel een heel druk, druk printje. Maar ik vind hem wel heel mooi. Een gele. Een rode. En nog een oranje. Dat waren ze. De muren. En deze is leuk. Even alles. Kijk hoe leuk, stippen. Het is wel druk met die vloer. En roze, zwart-witte, bruin, geel, paars met groen, rood-oranje, zwart-wit alweer, maar dan andersom. Grijs-roze en blauw-geel. Leuk, 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 leuk. Leuk, leuk. Die is ook nieuw. Ook leuke kleurtjes. Deze is ook nieuw, tenminste, ik heb hem nog niet gezien. Oh, ook druk. Wel leuk, wel leuk, wel leuk, wel leuk. Allerlei kleurtjes weer. Dat is zo cute. Wow, die is ook heel druk. Damn. Oh, wat leuk, wat leuk. Nog meer, nog meer. Dat was het volgens mij. Ja. Ha, wat ga ik dan doen? Ga ik voor deze? Nee, ik vind de stippen veel leuker. Ik ga voor de stippetjes. Voor deze?
Kijk hoe vet schattig. Even het potje aanpassen. Groen of blauw? Een groene. Goed, dat waren de muurbekleding en de vloeren. Nou weer naar de kinderkamer terug. Een bed. Oh, kijk nou wat leuk. Het is toch schattig. Ook nieuw. We gaan even kijken. Super cute. Maar die moet dadelijk even in de keuken, uiteraard. Oh. Oh, wacht even. Even zo. Leuk, 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 leuk. Welke past het beste in de keuken? Mijn keuken, dat wordt wel deze. Roze kan toch bij jongetjes, wat maakt het uit. Past er wel mooi bij. Dan moet deze weg. En die zetten we er neer. Hoppakee, kijk hoe leuk. Oh, dat had ik nog niet gezien. En we hebben nog meer potjes. Oh, kijk nou. Een monsterpotje. Is het niet schattig? En... Oh my god! Die print. Oh. Oh, leuk! Oh ja. Hou op, schei uit. Oh, deze is ook wel leuk. Een iets... klassieker. Ook veel kleurtjes. Zou dit beter passen? Nee, ik vind die andere leuker. Maar deze gaat weer weg. Oh my god! Deze is ook nieuw. Een eenhoorn. En dan ook nog eens blauw. Oh, die is echt zo leuk. Waar ga ik dadelijk het bed neerzetten? Want daar wil ik ook wat van die plankjes. Het bed zetten we... Toch daar neer. Potje verplaatsen we wel weer. Oh, kijk nou wat leuk. Een regenboog! Wat leuk. Regenboog, unicorn, perfect. Zo, oh, hey, Zwitserse bergen. Konijntje. Oh, wat leuk is die! Oh, die is ook leuk. Oh, en de auto. Ik wil zo graag auto's. Oh, oh, oh. Wat is leuk voor hem. Ik hou van regenbogen. Zullen we gewoon een regenboog doen of standaard? Of bergen? Ja, regenboog, regenboog. Nog één. Dit is echt superleuk. We moeten hem even op middag zetten. Dat vind ik fijn, hè? Het potje doen we gewoon in de hoek. Zullen we twee potjes doen? Ja. Er gaat ook nog één potje naar de keuken. Of naar de woonkamer. Nee, de woonkamer vind ik het raar. En de keuken is ook raar. Alhoewel. Nee, we zetten hem hier neer. Misschien een ander kleurtje. Nee, we houden het bij de blauwe. Even weer hier naartoe terug. Dat vind ik de fijnste modus. Even zien wat dit van kleurtjes zijn. Ik vind hem zo leuk. Hij is zo schattig. Oh, oh, een zielig beertje. Oh, mijn panda. Oh, een koala. Deze vind ik toch echt wel het leukste hoor. En deze ook. Oh, lol. Deze. Of is dat een druk? Zo'n bruine doen. Bruin is ook mooi. We doen een bruine. Een leuk speelhoekje ergens maken. En dan zetten we de stoel wel bij het bed, denk ik. Kan hier lekker gaan zitten. Naast het bed. Tafel voor in de hoek. Ja, nou nee, duidelijk toch? Ey, ey, ey. Wit of beige? Wit, dat past er beter bij. Maar die zetten we niet hier neer. Wel in een hoek, welke hoek? Och, zit ik weer met dat potje? Dat potje gaat dan denk ik weg. Of die beer gaat dan weg. Want toch vind ik dit beter naast een bed. Goed. Beertje, jij gaat weg.
Nu hij hier mag staan, dan kan hij ook nog lekker naar buiten kijken. Zo. En het volgende onderdeel, een bed. Hij lijkt op het kinderbed, alleen natuurlijk veel lager. Zelfde patronen. Wel leuk. Maar er was nog een bed. Een auto. Oh, die kijkt zo cute. Vet schattig. Zie je dat? Dat is leuk. Oh, dat vind ik wel een mooi bed, dat groene bed. Die ook wel, maar we gaan... Nee. Ja, wel of niet, wel of niet, wel of niet, of die... Help, ik weet het niet. Dit past weer bij die beer, we doen die. Die weg. En misschien dan toch maar deze in het beige. Denk ik. Ja. Moet altijd alles veranderen. En deze klok is niet nieuw, maar ik vind het wel een hele leuke klok. De leukste klok trouwens. Hé. Hey. Ja, deze. Maar dat is ook zo druk, hè. Ach, wat maakt het ook uit. Het is wel leuk. Hey. Zo. Oh, we hadden nog een potje. Het verfijnde potje. Een luxe potje. Ook leuk. En... Oh, en dan hebben we nog een dinerzetel. Kijken of ik die nog wel leuker vind dan die. Nee, de eerste blijf ik het leuk vinden. En nieuw... Oh, oh my god, die kast. Kijk die kast, dat is echt te awesome. Kijk nou. Gewoon lief, schattig, leuk, klein, alles. Oh my god. Oh, die kleur. Wauw. Oranje. Oranje en groen. Dat past nou echt perfect bij dat bed. Kleurencombinaties hebben ze hier in deze gratis update mooi gedaan. Want ik hou ervan als dingen bij elkaar passen. Waar zitten we, meneer, mevrouw, whatever. Oh! Hé, een draakje. Of een dinosaurus bedoel ik. Whatever, maakt niet uit. Eén van die twee. De kast zet ik naast BNR. Oh, next onderdeel. Nee, hiervan niks meer. Vloerkleden. Ja, deze is nieuw. Hoe heet die? Gekleurde theorie. Ja. Nee, geen andere meer. Oh, ook leuke kleurtjes. Leuke bijpassende kleurtjes weer. Oh, hey. Die vind ik best wel gaaf. Deze gaan we doen. Bij Beertje. Nee, is net niet goed. Ik doe het wel even zo. Oh, 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 oh. Doe maar rustig hoor. Zo. En speelgoed. Oh. Die is sowieso nieuw. Even vergroten. Bam. Dat wel. Nou. Dat gebeurt nou altijd, hè, met dat verkleinen. Ik vind het... Nee, zwart is niet leuk. Gele. Speelhoek. Die doen we... hier en daar, denk ik. Ja. Of ik wil zeggen dat potje hier dicht bij het bed. Dat is misschien beter. Als hij uit bed komt, moet hij natuurlijk vaak wel meteen naar de wc. Dat doen we gewoon. Hoppakee. Speelhoek hier. Oh! Mevrouw Miauwtje. Oh, die is zo schattig. Wel ook alleen kinderen, sociaal alleen peuters. Dat is een beetje dubbel. Oh, maar ik vind die zo schattig. Die moeten we ook even... Oh. Wat gezichtje.
Dat is zo cute. Nou, oh ja, natuurlijk, dan gaan we weer. Vet schattig. En kleine onderwijzen bouwblokken. Tuurlijk moet je blokken hebben bij peuters, dat is logisch. Deze. Ik wil het wel een beetje dat soort speelgoed bij elkaar hebben. Ja. Meneertje blauwe beer. Die is te schattig. Die vind ik echt te schattig. Hé, hey, een oranje. Hoppa. Het eentje, ook lief. Ik wil een bad eentje. Misschien kunnen we wel... Nee, dat kan vast niet een bad. Oh ja, een groen eentje. Why not? Tom Tentakel. Tom Tentakel. Oké. We gaan gewoon alles speelgoed doen. Een vlindertje. Die is ook nieuw, 100%. Oh, die is leuk. Ja, alle speelgoed zetten we lekker bij elkaar. En dan een brok klei. Ja, oké. Okay. Daar. Huis voor twee poppenhuis. Nou ja, ik denk dat jongens dat ook wel leuk vinden, toch? Een poppenhuis. Jawel, joh. Kijk, een groene. Hartstikke stoer. Waarom? Ja, is dat daar handig? Even iets verplaatsing van het speelgoed, hoor. Dus dat zal heel veel echt bij elkaar, hè? Oh, deze is zo leuk. Zo. En dan de Schomper de Verslinder. Schomper de Verslinder. Oké. Okay. Wel schattig. Oh, ja, dan gaan we weer met de kleuren. Groen of blauw? Of oranje? We gaan voor oranje. Waar zetten we die neer? Waar zetten we jou neer? Zo. Nee, dat was het. Oké. Okay. Schilderijen en posters. Volgende onder... Wegzweven. Die is nieuw, toch? Ik heb hem in ieder geval niet gezien, dus hij zal vast wel nieuw zijn. Of ik kan het me niet herinneren. Oh. Nee, volgens mij is hij nieuw. Ik herken hem niet. Oh, ja. Regenboog. 100%. Regenboogjes. Oh ja, deze zijn ook allemaal nieuw. Die vond ik echt het leukste. Ik vind ze echt het leukste. Ik had deze eerder gezien. Bij iemand. Daal ik even die kleurtjes. Oh, deze is leuk. Dan zetten ze allemaal even. Oh my god. Die is zo cute. Oh, ik vind dat zo leuk. Oh, een roze. Vet schattig. Gewoon allemaal. Oh, van die standaard. Oké. Okay. Ja, ons lieve kleine peutertje. Ja, niet heel stoer, maar ook niet. Hij is energiek. Ah, hij ziet er zo schattig uit, daarom vind ik deze er toch bij passen. We gaan voor de unicorn. Stiekem eigenlijk omdat ik hem veel leuker vind dan de rest, natuurlijk. Zo. Hé. Hey. Het is zoveel dat ik niet heel goed kan zien wat nou nieuw is en wat niet. Gewoon zoeken. Gewoon zoeken. Het is sowieso allemaal basic. En dat is wel handig. Voor als je alleen de base game hebt natuurlijk. Nee, ook dat was het. Bureau? Nee, dat had ik ook niet verwacht.
een stoel. Ja, dan krijg je gewoon de kinderstoelen. Ja. Oh, er heet wel iets gewoon peuters. Ah. Dit is compleet, het hele complete peuterding. Wat is dit? Prettablet. In plaats van je peuter verslaafd te maken aan televisie, kun je ze beter een tablet geven om al hun behoeften te bevredigen. Tja, de meeste dan. Oké, het leidt ze even af als je een paar seconden voor jezelf nodig hebt. Oké, een tablet voor een peuter. Oké, ja. Het enige voordeel is inderdaad als ouders even rust pakken. Veel te vroeg, veel te vroeg. Maar goed, we leggen hem er wel gewoon bij. Oh, dit was... Oh, het klassieke peuterbed was ik vergeten. Die had ik over het hoofd gezien. Die gaan we ook nog even bekijken. Ja, ja. Oh, die is zo leuk. Is die niet leuk? Deze ook. Ik vind ze allemaal wel leuk. Oké, go on. Er is één ding dat heet wel gewoon peuters. Kinderdecoraties. Nou, nee, ja, nee, ja, nee. Deze is niet nieuw, maar die vind ik gewoon leuk. Die vind ik gewoon leuk. Boven het bed. Allemaal fotootjes. Ja, de groene. Zo. En de vlindertjes. Nou, dat wordt wel heel druk hier. Oh, wacht. Stop. Een bewolkte dag. Die is wel nieuw. Wat doen we? Groen? Ja, we gaan voor groen. Die andere lampen gaan weg. Deze zijn niet zo fel, geloof ik. Dus doe ik er daar drie van. Die weg. Even die aan. Huppakee. Wel super leuk hoor, wolkjes. Wat is nog meer nieuw? Oh my god! Dat is toch ongelooflijk schattig. Kleine schoentje. Oh, dat is zo cute. Oh my god. Oh, dat is toch echt super cute. Die. Nee, dat is echt te leuk. Oh ja, die hadden we ook nog. Die lamp. De bolletjeslamp. Het is echt serieus. Ik vind serieus dat het allemaal leuk bij elkaar gekozen is. Als je dan kijkt, die muurballetjes, vloerkleedballetjes, de balletjes. En het andere is dan weer wolkjes. Dus het is gewoon leuk. Deze lamp zetten we naast het bed. Maar dan wel een beetje normaal. Ik zie het niet goed. Ja, oké. Okay. Nee, niet slopen. Andere kleur. Oh, huh? Dat was vreemd. Ja, dat blauw met oranje is ook wel super leuk. Die doen we. Oh, en als er in één keer wel weer licht. Dan moet er hier iets meer licht. Dit wolkje daar. En deze daar. En deze iets meer hierheen. Die gordijnen. Die zijn toch te leuk. Die zijn te leuk. Te leuk. Oké, te vaak gezegd. Oh, I love it. The rainbows. Joehoe! Huh. Oh, hè? Oh, wolkjes. Die gaan we sowieso doen. Met... Oh, ik zag daar iets. Ik zag daar iets. Nou, come on. Er zit een of ander... iets. Oh, die is ook leuk. Oh. Oh, en deze ook. Die is wel wat rustiger.
Maar die wolkjes passen beter. We gaan gewoon sowieso voor die wolkjes. Maar dan wel dat andere soort gordijn. Want die vind ik wat mooier. In deze kamer. Oh kijk. Dat is toch geweldig. Ja. Oh kijk. Oh kijk. Oh. Dat is echt. Oh my god. Dat is zo cute. Alles is gewoon te cute. Hey. Waarom? Wat is dat nou? Oké, dan doe ik het gewoon opnieuw als je niet mee wilt werken. Potje in de gordijnen. Tuurlijk. Zo. Dan denk ik. Dat prikbord is niet nieuw, toch? Volgens mij niet. Zo schattig. Het is zo schattig. Een hele vrolijke, drukke kamer. Is het niet cute? Kijk nou, kijk al die spulletjes. Sowieso al die details. Op die gordijnen, dat is gewoon zo leuk gedaan. Hebben we nog meer? Kinderactiviteit. Nee, dat is echt voor kindjes. Rommel. Misschien zit daar nog iets van tussen. Verwacht ik niet. Nee, denk het niet. Nee. Dan waren dat de spulletjes zover. Nog één keer even kijken, omdat het zo leuk is. Deze kamer moet hij toch geweldig vinden. Dat gaan we dus ontdekken. Oké. Let's do it. Fabian. Maar als eerst. Daar gaan wij. Zo, oké. Ja, hij heeft al een vieze luier. Dus, mama. Eerst maar eens even opfleuren. En dan. Even kijken. Dat had ik nog allemaal niet gezien. Betere zorg. Nee, doe maar meteen in bad. Ja, precies. Gelukkig kan ik het niet ruiken. Hoi. Doe maar in bad. Go. Demi. Ah. Ik zei in bubbelbad doen. Dan moet je dat doen. Nee. In bad doen. Ja. Het is toch ongelooflijk. Ze luistert gewoon pas na 3 keer naar mij. Ja, jij moet ook naar de wc. Maar eerst moet je je kleine peuter verzorgen. Yes, go. Volgens mij gaat dit zo schattig zijn. 1, 2. Oh, dat sponsje. Speciaal voor de kids. Toch een bad eentje. Toch een bad eentje. Oh, vet schattig. Niet? Ja. Leuk, zo leuk. Hoor dat lachje van haar. Dat was vaders. Basisbehoeftes leren. Helemaal weer schoon. Kijk hem lopen. Hij heeft zo'n schattig gezichtje. Zo ontzettend schattig.
Waarom? Nee, hij moet niet nog een keer in pad. Dat heb je net gedaan, joh. Sukkel. Ga maar eerst naar de wc. En wat is ons Tobias aan het doen? Die moet dadelijk ook maar eens kennis maken. Wat doe jij? Ah, peuter-apps uitschakelen. Nou ja, zeg. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, jij gaat naar de wc. Goed. Demi gaat het ook doen. Wat is er? Wat is het probleem? Fabian. Wat kunnen we Fabian zelf laten doen? In zichzelf brabbelen. Joehoe! Fabian, je bent zo druk. Oh, dat doet hij niet. Luier gebruiken. Oei. Oh, dan moet dadelijk weer de luier gaan verschonen. Oh, kijk, schattig kijken. Heb je dat? Kijk, 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 kijk. Dat is echt zo lief. Op de vloer? Nee. Wandelen. Cute. Oh, nee. Jij moet niet naar de sauna. Hij is speels omdat hij in bad is geweest. Hey, je moet je kind niet alleen laten. Demi! Goed. Dan gaan we vaders dat wel laten doen als jij zomaar wegloopt. Ongelooflijk. Kun je, kijk, dit kun je niet doen. Dadelijk valt hij van de trap af. Of iets. Of nog erger. Over slecht gedrag spreken. Nee, we gaan niet meteen standjes geven. Je hebt net nog geen eens een goede ontmoeting gehad. Wat is Fabian? Wat denkt Fabian? Om eten vragen. Dat wil ik horen. Go! Op naar je kind. Ja. Oh, dat hoofdje. Oh, heel schattig. Oh, nou vraagt hij niet meer. Oh, hij heeft volgens mij iets met de badkamer. Oh. Oh, schattig. Leren om te praten. Zo schattig. Die ogen, die zijn zo mooi, hè? Met de rest, met die kleding. Niet? En... controleren. Ik ben benieuwd wat controleren is. Even leren praten uit. Oh, oh jee. Nee, dat hadden we net al gedaan. Peuterboek lezen. No. Ja. Inderdaad, honger. Dat snap ik. Dat gaan we doen. Met papa. Trouwens, ik denk dat ik dat via hier moet doen. Oh, de vaatwas staat aan en er is popcorn blijkbaar bezig. Oh, dat ga je dubbel Fabian neerzetten. Eten pakken voor Fabian. Oh, dierenkrekkers. Hé, hey, dierenkrekkers, hè? Ja, ja, ja. Kaas, yoghurt, eitjes. Eeuw. Chips, kipnuggets. Ja, tuurlijk, kipnuggets. Ja, ja. Nee, even kijken, hoe laat is het? 6:30. Ja, dan kun je wel kipnuggets eten. Cute.
Oh, volgens mij vind ik het een beetje eng of zo. Oh ja hoor, Demi die gaat lekker games spelen. Eten, 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 eten. Ga eten. Kom op. Waarom ben je boos? Oh, nog niet meer. Dat ging snel. Nog meer eten. Oh. Maar je had dus al eten gegeven. Chips blijkbaar. En ik had het over nuggets. Boos, boos, boos. Moe door weinig energie. Ja, dat lijkt me wel logisch. Zo! Hé, hé, hé. Alles wordt vies hier. Ga hem maar naar bed brengen. Of trouwens, dat kan mama ook doen. Fabian voorlezen en slapen gaan. Fabian die is moe en daarom is die niet zo blij. Hoe zo lach. Oh, daar gaat ze al. Ik denk al, hè? Huh? Jammer, jammer. Volgens mij gaat hij bijna slapen. Ja. Oh. En wat is Fabian nou eigenlijk tussendoor aan het doen? Gewoon aan het meekijken. Oké, nou, Fabian die gaat... Of... Ja, Fabian die gaat dus zo slapen. En hiermee zijn wij ook aan het einde gekomen van deze review. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En wil je in de toekomst meer van mijn video's zien? Abonneer dan even op mijn kanaal. En aan het eind van deze video kun je mijn vorige review zien van de peuters, de Creëren Sim. Dan zeg ik misschien tot de volgende keer. Doei doei!